Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Weet je waar ik het over ga hebben vanavond? Dat is over de naam van Jezus. Wat het betekent voor je leven en wat het inhoudt voor je leven. De naam van Jezus is heel belangrijk. Want heel veel christenen, die gebruiken de naam van Jezus zo weinig. En dat hebben wij ook gekregen om daarmee te strijden. Niet alleen het woord, dat als een tweesnijdend zwaard is, maar ook de naam van Jezus. Weet je, een naam kan heel veel invloed hebben in je leven of voor je omgeving. Jezus' naam heeft tot vandaag aan de dag grote invloed voor de wereld. Voor de hele wereld. Dus voor iedereen die in hem gelooft. En de krachten en de machten, die zullen wijken voor de naam van Jezus. Ze zullen geen stand houden. Want Jezus is de Jezus naam is krachtig en machtig. Dus de boze zal moeten wijken voor de naam van Jezus. Dus hij heeft niet zomaar een naam gekregen, onze Heer. Maar in de naam van Jezus wordt er gewerkt. En dat wordt gebruikt om mensen vrij te zetten. En om mensen te genezen. In de naam van Jezus. Weet je, sommige mensen zijn in hoog aanzien wat hun positie betreft. En dan heb je prins en koningen. Of zeg maar een hele goede chirurg. Of een directeur ergens van. En die mensen zijn in hoog aanzien, want ze doen heel goed werk. En als je ze dan noemt, nou, dan zeg je, oh, is dat die persoon? Heel belangrijk hoor. Dan kijk je er zo tegenaan, hè. Om die naam ook van die persoon. Zo is het ook met Jezus. Hij was bekend om zijn goede werken, zijn onderwijs en de wonderen die hij deed. Die hij deed in die tijd, maar nog steeds doet. Dus Jezus is bekleed met de allergrootste naam. Ja, echt. Weet je, er zijn mensen die een naam met zich meedragen, waar ze heel erg voor schamen. Je hoort wel eens, hè, dat mensen een naam hebben, ja, dan werkt op je lachspieren eigenlijk. Hè. Dan denk je, oh, ik mag niet lachen. En dan moet je je inhouden. Maar dan denk ik van, hoe kunnen die ouders dan die kinderen zo'n naam geven? Ze schamen zich ervoor en ze willen er niet mee lopen en ze worden gepest op school. Dat ook nog. Stel dat ik Ilse Bruine Boontje heet. Of Kippenoog. Ilse Kippenoog. Ja, dat klinkt gek, hè, maar dat is echt zo. Er zijn nog gekkere namen. Nou, dan word je op school gepest en dan zeggen ze chicken tonight. Oh, ja. Lekker. Chicken tonight, hè, als ze aan een kip denken. Ja, chicken tonight, dat is een pot met kruiden en fruit en groenten. Nou, en dat doe je dan over de gebraden kip. En dan heb je ze in soorten. Je hebt ze in allerlei soorten. Je hebt Hawaii en je hebt milde en ja, ik weet het allemaal niet. Ja, dat is, ja, weet je, ik heb wel eens gehoord dat sommige mensen die gaan je dan voorstellen en dan zeggen ze een naam. Dan denk ik, oh, ik mag niet lachen. Ik hou me heel goed in, dan bijt ik op mijn lippen. Ja, daar kun je niks aan doen, dat gaat vanzelf. Hè? Of dat ik heet mevrouw Spitsoor. Dan word je toch mee gepest op school. Dan zeggen ze, oh, dan komt dit meisje aan met spitse oren. Weet je wel, zo gaat dat. Of meloentje. Dan word je echt mee gepest op school. Ja, dat is zo. Dus daarom is de naam is heel belangrijk. Wat voor naam je gekregen hebt van je ouders, dat is heel belangrijk. Dat je daar heel je leven mee door kan gaan, hè. Ik ben blij dat mijn ouders mij gewoon een
mooie naam heeft gegeven. Of normale naam. Sommigen hebben normale namen en anderen heel mooi. Maar je hebt ook mensen die hun naam veranderen. En die denken van, nou, ik ga mijn naam maar een keer veranderen hoor. Want dit is niet te doen. Als ik op school kom of ergens, dan lachen ze me uit. Dan doen ze niks anders dan pesten. Nou, en op latere leeftijd, dan gaan ze dat veranderen. Maar één ding is wel een nadeel. Als je je naam verandert, dan kost het heel veel geld. Dat is zo. Dus, je ouders die bepalen hoe je gaat heten. En voor sommige mensen is dat heel triest, want ze een hele rare naam krijgen. Ja, Dorothea, die zei laatst ook nog, van een mevrouw, wat was dat nog weer? Ja, van een, ergens van een instantie of zo. En die vrouw die heet Donderwinkel. Ja, ik hoop niet dat ze naar deze video kijkt. Want... Nou, toen belde ik haar op voor Dorothea. Want ze zei, wil je die mevrouw bellen en haar spreken voor mij? Dus, toen kreeg ik de assistent aan de telefoon en toen zei ik, kan ik mevrouw Donderwinkel krijgen? Ik zei iets anders, ja. Toen moest dat meisje zo vreselijk lachen en ik hoorde dat ze het inhoudt, hè. Dat ze denkt van, oh nee, dat kan ik niet maken. Ja, wat was het dan? Wonderwinkel, zei ik, geloof ik. En toen zei ik, oh nee, ik heb me vergist, Donderwinkel, hè. Ja, toen moest ze vreselijk lachen, maar ik hoorde aan de telefoon dat ze zich inhield. Dat ze denkt, ja, dat kan ik niet maken, hè. Dus ik hield me ook in. Maar weet je, wat belangrijk is, dat je naam straks in de hemel getekend staat bij God de Vader. Dat is belangrijk. Dat jouw naam geschreven staat bij God de Vader in de hemel. Dan weet hij ook wie jij bent. Dat je gekocht bent en betaald bent door het bloed van Jezus. Want in de Bijbel staat dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En zo is het ook met je naam. Een nieuwe naam krijg je van de Heer. En dat zal wel niet zomaar een naam zijn. Ik denk dat het wel een bijzondere naam zal zijn. Want God is de creatie, de creator van alles. En God was de uitvinder van de naam. Want de eerste mensen die kregen ook de naam van God. En dat was Adam en Eva. Dus hij is de uitvinder van om naam te geven. Stel dat je geen naam hebt. Of jij. Nou. Wat moet je dan tegen elkaar zeggen? Ha, kom eens hier. Nu is hier. Dus zonder naam kan het ook niet, hè. Dus God weet heus wel wat hij gedaan heeft. Dus daarom, ik denk niet dat je zomaar een naam krijgt. God is de uitvinder van alle namen. Dus hij zal je vast wel, weet ik zeker, een hele mooie naam geven als je bij hem bent. Een beetje, omdat wij zondaren zijn, hebben wij Jezus nodig. Want Jezus heeft onze zonden gedragen aan het kruis, zodat wij vrije toegang hebben tot God de Vader. Jezus zegt ook, niemand komt tot de Vader dan door mij. En de vijand die gaat op de vlucht voor de naam van Jezus. Ja, hij draait zich drastisch om hoor, als hij de naam van Jezus hoort. Want Satan is de bedenker van de zonde en van het
kwaad. Dus als je in de zonde blijft, dan ben je eigenlijk een vriend van de vijand van God. Want hij heeft de zonde bedacht. Dat kwam niet van God. Maar heel veel mensen zijn er ook niet bewust van dat ze in zonde leven. En dat ze eigenlijk een vijand zijn of een vriend zijn van de vijand van God. Maar God, die heeft het beste met ons voor. Want Jezus zegt, ik geef leven en overvloed. Dus we hebben een levende God, niet een dode God van steen of hout. Gelukkig niet. In het Oude Testament, daar staan verhalen in, dat als zij niet met God eens zijn, of met Mozes, dan gingen zij zelf een God maken, een gouden beeld of een houten beeld. En dat is dan hun God. Dus het is een dode God die niks kan. Dus een God die niet leeft. En ze geven daar soms ook een naam aan hun afgoderij. Zo noem ik dat dan. Dat zegt de Bijbel ook, afgoderij. En God heeft ons niet zomaar op aarde gezet om zomaar hier te zijn. Nee, gelukkig niet. Om zomaar te leven, zomaar wat, weet je wel. Zomaar, en dan ga je ook zomaar dood. Gelukkig is dat niet zo. Hij heeft een plan met ieders leven hier op aarde. Maar het plan van God, het is één van Gods plannen dat wij getuigen zijn van Jezus. Dat is ook één van Gods plannen. Hij kan zijn plan met je leven volledig volvoeren. Als je een kind van God bent geworden en Jezus toebehoort, dan kan hij beginnen met je, met het nieuwe leven. Zoals Chris, hè, die een nieuw leven heeft gekregen en gedoopt is. En zijn plan is ook om hem te dienen en in hem te geloven en voor hem te werken. En ambassadeurs van God zijn. Dus hij wil niet dat wij ons leven vergooien en dat wij het leven niet waard vinden om te leven. Nou, wat hebben veel mensen in deze wereld, hè, die niks aanvinden aan het leven. Ik heb wel eens een vrouw gehoord. Wat vind je er nou? Vind je er nou wat? Het leven. Ik zei, oh, er is zoveel moois in het leven. Nou, ze ziet het niet zo zitten. Weet je, er zijn ook heel veel mensen die zelfmoord plegen. Wat jammer nou dat ze Jezus niet kennen. Want dan zou het heel anders uitgezien hebben met deze mensen. Daarom, het leven is waard om geleefd te worden. En dus moeten wij het niet vergooien. Dus laten wij goed voor elkaar zorgen. En elkaar van harte lief hebben. Dat is de wil van God. Maar vaak verknoeien mensen ook, alles wat God dus goed heeft gemaakt, verknoeien mensen dan. En dan is het weer vergooid. En dat is zo jammer. Filippenzen 2 vers 9 en 11, Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11, dan gaan we even lezen. Ja, Filippenzen 2, vers 9 tot en met 11. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven, of geschonken, staat er. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen van hen die in de hemel en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden, Jezus Christus is hier tot eer van God de Vader. Wat een bijzondere naam heeft Jezus. Een bijzondere naam. Hij heeft die naam gekregen van God de Vader zelf.
niet van Maria of Jozef, maar er kwam een engel en die zei dat, ja. dat zij de naam moesten geven, Jezus. Ja. En zo heeft hij die naam gekregen van God de Vader zelf. En weet je, er zijn zoveel christenen die gebruiken het zo weinig, hè. Als je strijd hebt, dan ga je meteen op je strijd af, of op de omstandigheden. Maar wij weten ook wel dat je die naam kan gebruiken. Mag je 24 uur van de dag mag je die naam gebruiken. Je mag zeggen in de naam van Jezus. Weet je, in de naam van Jezus zal alles veranderen. Het is zo jammer, heel veel christenen die leven onder de maten, omdat zij de naam van Jezus niet gebruiken. We moeten veel meer het woord van God gaan gebruiken. En de naam van Jezus, daar is het ook voor gegeven. Als je die naam gebruikt, dan moet je zien wat er wonderen gaan gebeuren. Wonder op wonder. Het hoeft niet altijd genezing te zijn, ja dat ook. Maar misschien de omstandigheden of dingen waar je niet meer uitkomt. En de Bijbel zegt dat in de naam van Jezus alle knie zal buigen. Dus ook je problemen. Die zal ook buigen, die zal ook verdwijnen. Maar we hebben hier heel veel, veel wonderen meegemaakt. Zoals broeder Hans, onze voorganger, zei van hè, Deborah die gewonnen heeft. En er is zoveel gebeurd hier. Als ze allemaal gaan getuigen, hebben ieder wel wat, denk ik. Van de wonderen van God. Nou, en dan gaan we weer verder. Psalm 91, vers 14. Het zijn maar kleine stukjes wat ik nu ga lezen. Hè? Maar dit is om ons op te bouwen. Psalm 91, vers 14. Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. En dan heb je Jesaja 43, vers 1. Ik heb bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Dus als God jou kent, noem hij je bij je naam. En dan gaat hij je roepen. Wat gaat hij dan roepen? Het plan die hij met jou heeft. Dat gaat hij uitwerken. Hij gaat je roepen in zijn wijngaard. Daarom staat hier ook op. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Je bent dus van God helemaal. Of je moet het niet willen. Dan wordt het natuurlijk anders, hè. Als je niet wil, ja, dan houdt alles op. Maar dan mis je wel heel veel zegeningen. Heel veel zegeningen van God en rijkdom mis je dan in je leven. Als je ja, bewust niet wil. Dat je misschien denkt van, nou, ik wil wel naar de dienst hoor, maar verder niet. Ja, dat je bijvoorbeeld niet de arena in wil om het werk te doen van de Heer. Dat je denkt, nou, ik ben gewoon een kijker. Ik ga bij de arena zitten en dan ga ik kijken wat jullie allemaal doen. Dat vind ik leuk, maar zelf heb ik geen zin in hoor. Maar dat wil God juist. Met ons, dat wij iets gaan doen voor hem. De ene is geroepen om de zending in te gaan. En de andere is weer voor wat anders geroepen. Maar iedereen heeft wat. En dat vind ik zo mooi in Gods Koninkrijk, dat iedereen wat heeft. Dat vind ik echt mooi. Dat niet iedereen hetzelfde heeft. Je hebt toch ook niet hetzelfde gezicht als haar? Stel dat alles hetzelfde is. Zelfde kleuren, zelfde gezicht. Of het zal dat saai zijn. Stel dat iedereen op broeder Hans lijkt. Dan zeg je maar, welke Hans is het dan? Is het die of die? Weet je, daarom dat vind ik God. Ik vind dat zo groot. Ik vind dat zo mooi van God. Dat hij ons gecreëerd heeft. Ja, met allerlei kleuren. Dat vind ik leuk. En de bloemen. Alles is gekleurd. Hè? In de natuur zelf de lucht. De ene keer is die blauw als het helder weer is met de zon. En de andere keer dan is het bewolkt, dan zie je die wolken. En soms dan gaat de zon onder, dan zie je rood. Hè, het rode van de zon, prachtig. Dus God is een grote God hoor.
Ja, als we allemaal hetzelfde zien, dan weet je niet meer wie je dochter is. Iedereen ziet hetzelfde uit. Dan zeg je Mirjam, Mirjam, ja. Nee, jij niet die andere Mirjam. Weet je wel, dan krijg je dat, hè? Daarom, ik bewonder God eigenlijk heel erg om zijn, ja, om dat hij is zoals wie hij is, maar ook wat hij allemaal heeft geschapen en gemaakt. Hij heeft ook ogen gemaakt voor ons om te kijken. Daarom heeft hij al die mooie dingen gemaakt, zodat wij het kunnen zien. Iemand zei wel eens, ja, ik hoef God niet te zien. Als ik naar de natuur kijk, of naar de mooie dingen in het leven, dan zie ik God al. Ja, daar heeft hij gelijk in. Zie je God al? Want ja, ik weet wel dat er een God is, hoor. Ja. Zelfs de mensen die niet geloven, die weten soms wel dat er een God is. Want ik heb wel eens iemand gehoord dat die zei van ja, er is wel een God, want anders, waar komt dit dan vandaan? Al het leven, al die mensen, waar komt het dan vandaan? Het kan toch niet zomaar komen? En dan heb je de leer van Darwin. Ja, dat slaat nergens op, die leer. Ja, dat slaat nergens op. Dan kom je op de aarde door een oerknal en alles zal er vanzelf gaan. Nou, dat kan gewoon niet, hè? En dan heb ik wel eens gezien op de televisie, dan zie je dan een vis. En ja, hoe gaat dat dan weer? En dan komt er een oerknal en dan verandert die en dan wordt het bijna een mens of die apen die geschapen zijn, hè, de apen, daar stammen wij uit. Nee, apen zijn ook... zijn ook een schepping van God, het zijn gewoon dieren. Echt hoor, we lijken helemaal niet op apen. Je lijkt dan niet op apen. Sommige mensen die zeggen ja, die in Darwin geloven, die zeggen van ja, we lijken wel op apen. Want ze hebben ook zo'n poot, net een mens en die ogen. Nou, ik zou er niet zo willen uitzien hoor. Dat vind ik helemaal niet leuk. En dan behaard helemaal. Al die haren. Ja, maar weet je wat zo triest is? Ik heb een keer een man gezien op televisie. Dat is echt waar. En iemand die in Darwin gelooft, die zou dat zeggen. Oh, daar stam die van af. Van een aan. Daar stam die van af. Hij had zoveel haar, echt waar, je zag zijn gezicht niet meer. De armen zaten vol met lang haar en ook, ik vond dat zo sneu. Dat was een bepaalde ziekte, waardoor het haar heel hard gaat groeien. En elke dag moest zijn vrouw hem scheren. Elke dag. Dus... dat is er ook wel, maar dat is niet van God, dat weet ik zeker. Het is gewoon een ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Het hoeft niet altijd van de duivel te zijn, maar het kan in je hormonen verkeerd zitten, of het is van voorslag. En broeder Hans knikt van ja, het is wel van de duivel. Ja, want hij brengt beelden maakt hij, die God heeft gemaakt, hè, mensen gemaakt, die prachtig zijn, maakt hij iets lelijks van. Dat doet de duivel. Hij maakt er echt iets, nou ja, krom, hè. Wat er echt is, maakt hij krom. Dus de duivel die is gekomen om alles te vernietigen. Alles wat God heeft gemaakt. En dan heb je hier nog Spreuken 18 vers 10. Daar zijn ook kleine stukjes hoor. Nog twee. Spreuken 18 vers 10, daar staat, de naam des Heeren is als een sterke toren. Dus in de naam van Jezus ben ik sterk. Ook voor zijn werk. Ik kan alles aan. En dan heb je Psalm 5 vers 12 hier op de spoor.
Psalm 5 vers 12. In u zullen juichen die uw naam kennen. Dus, ik zou zeggen, als je strijd hebt, zeg maar in de naam van Jezus, Heer, zal alles veranderen. In de naam van Jezus kan ik weer voorwaarts gaan. In de naam van Jezus zal ik genezen. Ja, je mag het gebruiken, dat zegt de Heer. In mijn naam zul je boze geest uitdrijven. In mijn naam zul je zieken genezen en op slangen treden, op schorpioenen. Nou, eigenlijk zijn wij rijk. Dat wij de naam van Jezus hebben en niet alleen de naam, maar ook hemzelf. Want Jezus heeft ook nog meer namen, hè? Vredevorst, Immanuel, Heer der Heren. Wie weet nog namen van hem? Adonai. Zoveel namen. Ja. Nee, we zijn wel rijk gezegend. Met de naam van Jezus en met hemzelf. Ik ben blij dat ik Jezus heb leren kennen. Ja, ik ben blij dat ik Jezus heb leren kennen. En dat ik overwinnaar mag zijn in hem. Niet dat ik wel eens een zwakke moment heb, hoor. Dat heb ik ook wel eens. Dat je eens een keer moe bent of wat dan ook. He, dat wil niet zeggen dat ik altijd als een Simson ben. Of Samson. He, dat je zo sterk bent, een Simson. Uit de Bijbel, hè. Je kan ook wel eens je zwakke moment hebben. Maar toch, de meeste tijden ben je sterk in de Heer. En als mensen je naar beneden halen met negativiteit, dan zeg je in de naam van Jezus, verdwijn. Die negativiteit over mij laat ik niet uitspreken. Als mensen je kleineren, dan zeg je nee. Ik ben groot in Gods Koninkrijk. Ik ben een dochter van God. Niemand zal mij omverstoten. Want de naam des Heren is als een sterke toren. Amen.